Weet je van wie die is? Van jou. Dit van jou! The fuck is dit? Is hij nice? Wow jongens, zo, even voor de duidelijkheid. Hé, hey, wat de fuck? Wat is op mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog en welkom, ja, in een nieuwe dag in mijn leven. Vandaag gaan we super... Oh, we gaan zoiets leuks doen. Ik heb al gezegd in de vorige vlog van, yo, ja, Ricardo heeft wel een nieuwe autootje, maar wat dacht je van mij? Misschien wel een klein beetje verklapt, maar ja, we gaan dus ergens nu naartoe. Mama is ook in de back, what's up mam, goedemorgen. Mama gaat mij brengen, want zij gaat werken en zij moet dus daar in de buurt zijn. Dus ik dacht van ja, dan kan ik net zo goed met je meerijden en dan kan ik... En we hebben het heel veel over auto's de laatste tijd, kijk. Ik ben ook gewoon netjes in, nou niet in pak, ik heb nu mijn leren jack eigenlijk aan. Maar dan gaan we met de auto daar nu naartoe. En wat het nog is, hou ik nog even geheim. Vergeet niet te liken op deze video. En als je nog niet bent gesubscribed, druk dan zeker op het subscribe knopje. Ik zou het heel erg op prijs stellen. En mijn koffer is al helemaal gepakt. Nou, koffer zou ik het niet noemen. Mijn tas is ingepakt, want ik ga dit weekend ook nog een paar leuke dingen doen. Hoewel als ik iets speciaals moet doen, moet ik er ook speciaal uitzien. Ja, en de vorige keer zei ik al van ja, mijn moeder heeft een nieuw autootje. Dit is hem. Ik mag gaan rijden. Hehe. Zo'n blitsautootje man. Damn. Goed hè? Goed hè? Even kijken. Mama heeft Apple CarPlay. Heb ik zelf niet eens in mijn C1. Achteruitcamera. Gewoon high-techer dan mij joh. En juist, we gaan nu lekker rijden. Oké jongens, ik ben op een plek waar niet zoveel mensen mij dachten te zien eigenlijk soort van. Ik ben al een keertje hier geweest, maar dan met iemand anders. En vandaag is het mijn dag dat ik iets ga ophalen. En zoals ik al zei, het is heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij staat hij daar al, maar ja. Mijn moeder is nu nog met de dealer aan het praten. Zij moet nog naar werk, dus ja. Dat komt goed. Oh, ze gaat weer door. Nou mensen, dit is hem. Ik heb gewoon mijn eerste auto gekocht. Dit is toch sick. Ja, het is niet een sport zoals van Gio, maar het is wel een cabriootje man. Het is wel een cabrio. Oh mijn god. Oké, het papierwerk is ingevuld. Harald heeft Gio ook dus geholpen van de auto. En hij gaat hem even hier voorzetten. Hey, jongens, wat is het toch een ding. Ook met dit weer. Oh mijn god, kijk dan. Wat een autootje. Dat cabrootje is echt lekker voor het weer hoor. Oh, ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten om lekker te rijden. Zoals ik al net zei, mijn moeder heeft een nieuwe auto. Ricardo heeft een nieuwe auto. Ik heb het weer mee gelukkig. Wat dus, hoeveel geluk kan je hebben met het weer? Maar... Heerlijk. Ik ga je alles uitleggen. Ja, gaan we even een rondje doen. Ik geef je alvast de sleutel. Ja, nou dankjewel. Alsjeblieft. Dus je hoeft niet de ramen omhoog te doen voordat het was wel te doen. Oké, top. Bij de dode hoek, de tekst die in je buitenspiegel zit, dan zit er iemand in je dode hoek. Dan gaat er even een lampje op. Je hoort het piepje, dan is hij eigenlijk klaar. Als je dan zegt, oké, ik hou hem ingedrukt, dan gaan ook je ramen weer omhoog. En nou, ja, dan zou ik zeggen, geniet er vooral lekker van. Ik ga vandoor, ik ga even naar vrienden toe en ik ga ze even jaloers maken. Heerlijk man, geniet ervan. Hey, yes, veel plezier man. Oké, als we wel bellen. Ja, sowieso. Oké, jojo. Nou jongens. Hey, kom eens. Huh? Ja dus, trek iets aan, kom. Neef, snel. Kijk eens. Snelle blouse. Kom eens, kom eens. Kom eens. Wat is van mij? Wat staat daar? Weet je van wie die is? Van jou. Dit is van jou! Oké, je snapt de clue nu! Tom! Ik heb een Range gekocht. Ja! Is van jou? Ja! Je liegt. Nee. Kom kijken. Goed. Nee, is mijn auto. Ik heb gekocht net. Waarom denk je dat ik zo in blouse zit? Is die mooi? Dat is een cabrio, hè? Hey, dom man. Dom over. Ja, je zag wel al gewoon een domme blouse en zo, maar ja. Dit is het, man. Dit is mijn nieuwe autootje. Die gaat nog eruit, dit komt eruit, hè? Ja. Snap je? Oké, we zijn nu bij Maké aanbeland. We hebben net Jaden dus verrast. En nu gaan we even Ja, nu gaan we even de reactie checken wat meneer Maké gaat zeggen. Ik ga hem even hier parkeren. Niks. Oh, kijk hem daar! Hij is er al! Deze kant van de kant, komt overheen. Wie is de goeie dan? Wat zeg je? Wie is de goeie? Hey Yusuf. Lekker man. Lekker man. Ja man, we zijn ver gekomen hè. We zijn ver gekomen, nee. Wat vind je ervan? Hij gaat gelijk erin. Zo, Shaki rijdt in een rover, Shaki rijdt in een rover. Ja, hun doen dit altijd dus hè. Kijk, dat was gewoon een minuut. Helemaal wel. The next day. Heb ik een vraagje. Welke auto denk je dat het is? Deze? Wel deze ook. 100 denk ik. Ja, je mag ook raden. Ik denk die zwarte daar man. Oké. Okay. Die daar. Wacht, wacht. Je bent net aangekomen, toch? Ja, je deed in de Fiat 500 aankomen? Tuurlijk! Nou, guys, Holla, geen besluit om nu. Hoi, yo. Nou, Jelle vindt de auto prima. Is hij nice? Hey! Hey! Moments later. Oké, ik ben nu bij Ricardo. En hij denkt dus dat ik een Mercedes mee heb. Maar het is geen Mercedes. Dus we gaan kijken hoe hij erop reageert. Moet nu even wachten op Ricardo. It's je broer! Heb je Mary? Heb ik Mary? Kom kijken, kom kijken. Kijk, 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 kijk. Heb je Mary? The fuck is dit? Heb je nou een Jaguar? Oh nee, wacht. Lab? Het is een Range. Range? Ja. Waarom? Ik heb deze gekocht. Nee. Ja. Helemaal niet. Helemaal wel? Vind je hem niet mooi? Jawel. Hé, maar ja, dan gewoon een Range. Hey, pik. Ja. Nee, ik geloof het niet. Jawel, pik. Dat is van mij, bro. Nee. Zo. Nou, sorry hoor. Wil je ook erin? The next day. Come on, bro. Come on, bro. Ik ken hem zo veel, man. Het ziet er echt heel gay uit. We gaan namelijk naar een festival. En neem jullie mee. Niet doen. Mensen gaan het zien. Gewoon werk. Ja, dus. Goed schandelijk. Niet doen. Je zegt het. Niet doen. Niet doen. Maar je doet het zelf. Ja, ik verwijder het gewoon uit je video. Wie edit het? Zo, zwerg. Oh ja joh, man. Wie edit nog steeds zijn eigen video's op dit moment? Ja, goedemorgen mensen. We moeten stil zijn, want we zijn hier heel veel mensen aan het slapen en zo. Vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan namelijk naar een festival. Ik neem jullie eigenlijk nooit mee naar een festival. Maar ik dacht, dit keer wil ik het wel gaan doen. Zoals ik al zei, ik moet stil zijn. Dit keer wil ik jullie gewoon meenemen. En ja, een beetje kijken hoe het backstage gaat. Ik hoop dat we op tijd zijn, want ik heb net de render aangegooid voor Gio's vlog. Ik hoop dat het ook niet gaat regenen, want we gaan lekker met een Range en een cabrio. Natuurlijk gaat het dakje af. Dus ja, let's go. We gaan op dit moment nu dus naar Rick toe en Rick heeft een vriend mee. Rick heeft vroeger dus ook in mijn McLaren gereden. In Dubai was het met Gio. Bro, ik ben al blij dat ik in een Porsche heb gereden, dat ik nu in een Range rijd. Maar een McLaren, dat zou echt super sick zijn. Wow. Ja ja, ja ja, is dat Vini de Pouya? Is dat Vini de Pouya? Hoe vind je hem? Dat is goed, man. Lekker, om jou? Ja, man. Goeie. Lekker. Hey, man. Hey, man, ik ben Rowan, man. Hey, top dat ik mee mocht, man. Ja, tuurlijk. Zelf, toch? Wat vind je ervan? Ja, jammer dat je nu te laat bent. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik moest nog editen voor Gio, dus ja. Hey, maar dit is wel dik. Dat is nice, hè? Lekker, man. Later. Kofferbagje dicht. En we gaan in de auto. Er is een ding. En dat is namelijk, Joe weet niet dat ik deze auto heb. En wie woont 5 minuten van mij vandaan? Jazeker, Gio. Dus ik heb gezegd van bro, kom even wat lunchen. Dan gaan we even, gewoon even chillen. Maar volgens mij moet je straks naar Get Owned, dus hij weet hier niks van. En ik wil echt zijn reacties. Zijn reactie gaat echt priceless zijn. Dat gaat echt... Hij gaat echt denken, wat? Hoe? Huh? Wat? Dus ik ben echt super benieuwd naar zijn reactie. Maar natuurlijk is het allemaal helaas niet echt. Ik kan wel echt wennen aan dit, jongen. Echt, ik zweer je, ik heb altijd in een Citroën C1 gereden. Daar heb ik wel een paar keer in Gio's auto gereden, maar dat is dan niet echt jouw auto, weet je wel. Het is wel dik dat je in die auto rijdt, maar ja, het is niet voor jou, dus het is een beetje meh. Maar ik had een beetje vandaag, of in ieder geval dit weekend, had ik het gevoel van, yo bro, dit is jouw auto, weet je wel, dat is gewoon goed. Ja, niet dat het goed is, want het is eigenlijk niet van mij, maar ja, joh, ja, het is wel chill. Echt een Range Rover rijdt zo sick en dat mag ook voor het prijsje. Maar ja, ik ben benieuwd, man. Misschien over een jaartje of twee, of misschien als jullie meer mijn video's gaan kijken en liken en als ik branddeals krijg, dan zou dat heel fijn zijn, want dan kan ik tenminste zo'n auto halen. Nou, anyways, op nu naar Gio. Oké, we zijn aangekomen. Ik ben benieuwd. Kijken wat hij van me gaat vinden. Dan gaan we even bellen. Ik zit ook echt bij de win. Oh. Hi, ik kom naar beneden, ja? Hi. Wat? Niks? Wat lach je eigenlijk? Kom! Ik ga stuk op dit. Ik ga zo stuk op dit. Ja, ja, daar is hij. Daar is hij. Ja, pik. Nee, ik zweer je. Nee, is echt. Dit is mijn nieuwe auto, pik. Dit wou ik je dus altijd laten zien. Is hij nice? Oh jongens, zo. Even voor de duidelijkheid. Hé, wat een gast. Nee, ja, dat pik. Kan niet. Jongens, kijk dan. Ja, hij is ook gewoon echt. Het is niet dat hij nep is of zo. Hoe zou hij nu Hoe zou die nu net moeten zijn? Wow, hey, maar ik heb nog nooit zo'n comfortable gezien. Kan dat dak open? Ja, maar... Nee, want als het een comfortable kan het dak niet open. Maar, hoe? Nee, hij wil even het dak open. Het is best wel koud, maar oké. Okay. Dit was mijn allereerste auto, maar dan zeg maar... Zonder... Of nou, met dak eigenlijk. Ja. Hè? Huh? Ja, pik. What the fuck? Doe eens open. Wow, dit is een Range Rover die open kan, jongens. Kijk dan. Nou, pik, wat vind jij ervan, man? Ik geloof het nog steeds niet, maar als het echt zo is, dan ja, vind ik het wel knap, man. Ik vind het wel echt knap. Ja? Ja, hij is wel dik. Ik heb echt precies dezelfde gewoon. Mm-hmm. Maar dan zonder open dak. Ja. Ja, ik ga hem nu wel dicht doen, dat is wel een beetje koud. Nou, we zijn dus nu bij Zwaanstraat. Daar moet even gewassen worden. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar op DreamFields waren we dus naar het festival. Maar ja... Dit kan echt niet. En als ik hem weer moet gaan inleveren, ga ik hem niet zo inleveren. Dus ik ga hem even schoonmaken. Harald, komt goed. Zo jongens, dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik moet een beetje zachtjes praten. Want Carla zit hier achter mij te slapen. Ik weet het. Het zou eigenlijk heel erg leuk zijn als ik natuurlijk gewoon een Range Rover heb. Maar... daar gaan we op dit moment even niet op hopen. We gaan op dit moment gewoon lekker knallen met content. En dan gaan we gewoon rustig, stapje voor stapje naar boven werken. Om misschien wel binnenkort een Range Rover te nemen. You never know, toch? Anyways, vond je de video leuk? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Ik kan zelf niet eens meer praten. Ik heb dit weekend veel gefeest. Was super leuk, was super gezellig. Met heel veel vrienden uit Rotterdam, uit Almere. Nu is het gewoon weer werken. Lekker werken. Het chillste is wel dat ik niet... vandaag voor Gio te werken, want hij heeft gezegd van yo, vandaag ben je vrij, want hij is natuurlijk bij Get Owned nu. En ja, ik ga morgen zeker. Ik ga morgen zeker genieten van mijn vrije dag en we gaan morgen ook gewoon iets leuks doen. Maar dat in de volgende vlog hier op mijn kanaal. Dus jongens, ik zou zeggen, tot de volgende.